Vandaag is de eerste dag van de Provada. 3 dagen lang vinden er in de Duravermeer-stand hier achter mij inspiratiesessies plaats over onder meer houtbouw, gebiedsontwikkelingen, innovatieve woonconcepten en nieuwe manieren van samenwerken. En je ziet het al, de stand is helemaal groen. Want alles wat Duravermeer doet, telt op naar nul CO2-uitstoot en een leefbare toekomst. Hoe? Dat laat ik jullie de komende 3 dagen zien. Ik heb uit jouw presentatie begrepen dat Wijk eigenlijk een voorbeeldwijk voor heel Nederland is. Wat maakt deze gebiedsontwikkeling nou zo bijzonder? Dat is in ieder geval dat we natuurlijk het integraal aanpakken. En dat wil niet zeggen, alleen zeggen dat we het openbaar gebied aanpakken en het vastgoed ontwikkelen wat erop komt. Maar dat we ook langdurig betrokken blijven bij de mobility hub die in het gebied zit. En dat is voor een ontwikkelaar best wel uniek. Dus wij blijven jarenlang betrokken om te zien dat dit goed ingeregeld is en dat hij doet wat wij vinden dat het zou moeten doen binnen de wijk. Wat is hier zojuist ondertekend? Vandaag zijn we bijeengekomen om met 6 verschillende aannemers, grote aannemers in Nederland, een samenwerkingsconvenant te tekenen. Die is opgesteld door de young professionals van deze bedrijven. Deze convenant staat voor openheid, eerlijkheid en kennisdeling voor nu en in de toekomst om bepaalde impact te maken op maatschappelijke problemen zoals de woningcrisis of de klimaatproblemen. Wat is nou de kracht van jullie samenwerking? Nou, de allergrootste kracht zit hem vooral in het opbouwen van teams die veel met elkaar samenwerken. En omdat we veel samenwerken, begrijpen we elkaar beter. We zijn veel beter op elkaar ingespeeld en het gaat veel sneller. En jullie duurzaamheidsambities, want die hebben jullie natuurlijk allebei, hè? Zowel Duravermeer als IJmeren. Hoe komen die terug in Overhoeks? Nou, heel praktisch hebben we daar een enorme warmte-koude opslag gebouwd voor 750 woningen die al onze huizen van duurzame warmte voorziet. Maar het allermooiste van Overhoeks vind ik eigenlijk dat we alle gebouwen verbinden met elkaar door 1 groot groen tapijt. Dat is enorm veel beestjes en groen. De eerste Provada-dag zit er alweer op. Morgen zijn we er weer met een mooi programma over toekomstgericht maken van bestaande wijken en innovatief partnerschap. Wil jij hier nou bij zijn? Dat kan natuurlijk, je bent meer dan welkom. We zijn te vinden in hal nummer 12, stand nummer 43. En ga voor het programma naar www.duravermeer.nl/provada. Tot morgen!